En dat waren er zeer veel. We gaan ze niet allemaal benoemen. Maar er zijn mensen die jou nog gekend hebben in soutane met 33 knopjes. Met postuur. Weer anderen hebben jou gekend in legeruniform. En anderen in kluitingen. En weer anderen gewoon in grijs, blauw maatpak, grijs broek, blauw hemd en klak. Maar dit alles zegt niets over de kleuren die jou in jou allemaal verscholen zitten. Normaliteit zou jij, George, met het aantrekken van de soutane niet meer in de wereldse kleuren gekleed gaan. Kleuren kon jij maar aantrekken door de keus van je kazuiven. Dit naar gelang feestelijke dag. Vandaar trek je goud geen. Dus wat betreft kleuren, jouw leven is een en al kleur. Niet alleen in jouw schilderijen zijn kleuren dominant, maar ook jouw glimlach draagt altijd kleur. Rood omwille van passie, energie en liefde, groen omwille van duurzaamheid, geen omwille van creativiteit en humor, intellect, innovatie, blauw als teken van vertrouwen en violet als teken van verbeelding, artistieke kwaliteit en identiteit. En toch ook een beetje zwart in de kleur. Maar dan wordt het zwart van de rebellie. Jij gebruikt kleuren in overvloed. Bij het bekijken van zijn schilderijen moeten we bekennen dat rood, geel en oranje toch wel prominent aanwezig zijn. Je personages krijgen op die manier van jou die passie, die energie en die liefde en die vrolijkheid en die humor. En het is levenswaard, symbool van verwijzing. Je geeft kleur aan het leven van vele mensen door in de kerken een kleurrijk element toe te voegen. Ik wijd daar niet veel aandacht aan, want ik ben niet bekend met al de uithoeken in Vlaanderen die jij inkleurde. Ik weet alleen, het zijn er veel. Elf, die kan ik kennen. En dankzij het vele, maar vooral door jou, kreeg deze kerk een hele aparte betekenis. Terwijl de mensen meer en meer die kerk verliezen, bracht jij ze terug naar de kerk. Dat jij de voet was in, zo prominent aanwezig plaats, in fel coloriet, stelt liefde en vooral dienende liefde zeer centraal. Vriendschap, liefde en kleur draagt jij bij vele mensen. Jouw kleurrijke wereld, zoals je die aan ons brengt in je schilderijen, maakt de mens vrolijk. De in kleur geklede moeders, in rood geklede moeders, ze zijn zo dichtbij, zo liefdevol. Wat een kleur. Daar gaat het om. Er gaat een weldadige kracht uit van George. Een gesprek met George geeft vreugde en kracht. En er is ook altijd plaats voor humor. Ik zie hem staan. Altijd met één been in zijn atelier. Schilderen aan de keukentafel, de koeien, de boeren, de klokkenluiders, de orgeldraaiers, de stoet van mensen uit zijn eigen wereld. In zijn aanwezigheid kan je zijn wie je bent. Uitzonderlijk in deze gespannen tijd. In zijn aanwezigheid is ook altijd plaats voor vrolijkheid. Samen lachen in een gezellig café, lachen om niets, gezellig en schnaps in Keulen, de gulle lach van Breuken, het volle van Rubens, het bonte van Nicolaus en de melancholie van Vermeer. Einde van de citaten. En pas op, we doen weer aan het einde. George, je brengt ook kleur in de huiskamer van vele mensen. En ook in de toneelvereniging naar Sud breng je elk jaar een tekening in rood, geel en een tikkeltje groen. In één tekening weet je als geen ander de inhoud van één toneelstuk te vatten. Kleine fragmenten
samengebracht in één cirkel. De geuteling, Sint-Apollonia, Alnetum, de KSA, de VZW Dorpsschool, tijdschrift De Elstenaar, de basisschool van de Rielaar en zoveel andere organisaties hebben door jou een heel aparte inkleuring gekregen. Zoveel organisaties, zoveel feesten, zoveel activiteiten, zoveel affiches, zoveel schilderijen. En ook al woon je nu niet meer in Elst, je zal blijvend Elst kleur verschaffen. En tenslotte, Jos, in deze tijden van apocalyptische gebeurtenissen heb jij jouw versie van de zeven wetten van barmhartigheid geschilderd en ergens weer in een kerk aangebracht. En sommigen weten dat Jos ruisloos een achtste wet van barmhartigheid eraan toegevoegd heeft. Maar het kan er draaien. Gezelschap, meneer de Paap. In naam van de familie